Het theaterseizoen, dat loopt alweer een beetje ten einde. Toch is er op bijvoorbeeld de activiteitenkalender van Zuidplas Actief, website speciaal voor onze gemeente, nog heel veel informatie te vinden over leuke gebeurtenissen op de korte termijn. Mijn losse lip van vandaag, Merel Luijendijk, heeft een aantal culturele agenda's doorgespit en op een rijtje gezet. Merel? Ja, in mei is er weer eigenlijk superveel te doen in de buurt. Waaronder Snoet, dat is een Swanna-theater. En we gaan eerst even kijken naar een filmpje over de audities van Snoet. 29 mei is de vijfde keer dat Snoet hier zal plaatsvinden in het theater Swanna. In Swanna komen ook artiesten zoals deze. Maar op 29 mei zijn er artiesten uit de regio die voor het eerst op de planken staan. Dat willen ze graag, dat zit in ze. En dat willen ze laten zien aan u en aan jullie. En wij gaan vanavond bij de audities kijken, want je komt niet zomaar op Snoet. Op het podium. Daar moet je wat voor doen. Ja, dat was Snoet. Dat is, ik zal nog een keer halen, dat is 29 mei. En Snoet, dat staat eigenlijk voor Stars Not Only on Television. Het is eigenlijk die avond verschillende artiesten, van zangeressen tot bandjes tot goochelaars. Kortom, een leuke avond. De entree is €10 en iedereen is welkom. Daarnaast in Gouda, onze buurstad, zijn de Goudse keramiekdagen op 13 en 14 mei op de markt. En dit keer is het de 35ste keer. Dat is al heel wat jaren georganiseerd. Het thema is goudsplateel. En ja, deze dag zijn al verschillende keramisten uit binnen- en buitenland te zien met hun kunstwerk, laat ik zo zeggen. En ze verkopen die ook. En omdat het nu de 35ste keer is, is er ook een jubileumwedstrijd. Daar konden de keramisten aan meedoen. En dat is voor hun de taak eigenlijk van hoe vertaal je het goudsplateel op je eigen wijze. Dus er een wedstrijd is er geweest. En in het stadhuis is eigenlijk te zien die dingen die mensen hebben gemaakt. En daar kunnen ze prijzen mee winnen. Daarnaast is er Pinkstarts, is ook dit jaar weer. En het is een atelierroute. Daar kunnen mensen langs allerlei kunstenaars in de Zuidplas. En het is zaterdag 22 mei is het in Zevenhuizen en Moerkapelle. En 23 en 24 mei in het Pinksteren, dan is het in Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel. En daarnaast is er ook nog de 7e editie van de Urban Open Air. Dat is leuk voor de mensen die wat jonger zijn. Het is in het Essenpark in Nieuwekerk. En er zijn allerlei dance crews, skate battles zijn het te zien. Ook workshops in verschillende disciplines. Dus wat voor Pita en Petra? Iets voor Pita inderdaad. Die zal het wel erg leuk vinden. Dat is dus op 29 mei tussen 11 en 5 uur. En tot slot, de Zeven Muzen is een musicalgroep. Zeven Muzen is een culturele organisatie ook in Zevenhuizen. En die organiseert de musical Once Upon a Time. En dat is ook te zien in Swanla. En deze musical gaat eigenlijk over Michael Jackson, over zijn muziek en dansen. Dat is de rode draad. Oké, we zien hier een fotootje van de repetitie, denk ik. Ja. Oh, een paar foto's van de repetitie. Van Once Upon a Time op 18 en 19 juni in Theater Swanla. Dankjewel, Merel, voor deze culturele bijdrage aan De Mondvol.